Burgemeester, welkom in Stichtse Vecht. Ja. U bent per 1 augustus bent u aangesteld als waarnemend tijdelijke burgemeester. Ja. Maar u heeft ook al in uw andere interviews aangegeven daar een beetje een dubbel gevoel over te hebben. Dat begrijpen wij natuurlijk, ja. Dat hebben wij ook, hebben inwoners ook. Hoe zit u daar zelf in? Nou, het is heel raar, want het is natuurlijk een fantastische gemeente. Hè? Als je alleen al hier uit het raam kijkt, dan druipt de schoonheid ervan af. En alle mensen die ik tot nu toe ontmoet heb, dat zijn echt fantastische mensen. En ik begrijp dus ook heel goed waarom Mark Witteman hier zo ontzettend graag burgemeester was. En ik had hem ook zo gegund gewoon 12 jaar lang burgemeester van Stichtse Vecht te blijven. Maar het lichaam, zijn ziekte, liet hem dat niet langer toe. En in die zin ben ik dus wel heel blij dat ik deze hele mooie gemeente mag overnemen van hem en daar burgemeester mag zijn. Als we kijken naar zo'n procedure, als een nieuwe burgemeester in dit geval komt, zijn er procedures aan vast. Ja. Voor een tijdelijke burgemeester, waarnemer burgemeester, werkt dat anders? Ja. Staat u dan op een lijstje? Bent u benaderd? Hoe gaat zoiets? Nou, de burgemeesters die worden altijd, hè, dat zegt u zelf, altijd via de gemeenteraad gezocht. En vaak heeft de bevolking daar ook een grote stem in. Maar als er een tijdelijke burgemeester moet komen, dan is de commissaris van de Koning daarin aan zet. Uh-huh. En Willebrord Verbeek, dat is de commissaris van de Koning hier in Utrecht, die wist natuurlijk dat Mark Witteman ziek was. En dat hoe triest dan ook het moment dat hij een keer niet meer zijn werk kon doen, eraan zat te komen. Dus Willebrord Verbeek die heeft zijn werk goed voorbereid en had een aantal mensen waarvan hij dacht, nou, als het een keertje moet, dan zou misschien die wel in aanmerking kunnen komen om daar waarnemend burgemeester te worden. En daar was ik er één van. Ik denk dat dat komt omdat ik ook waarnemend burgemeester in Horen ben geweest. Dat is een gemeente van ongeveer dezelfde omvang als Stichtse Vecht. Daar heb ik het heel erg naar mijn zin gehad. En ja, ik hoop dat natuurlijk hier in Stichtse Vecht ook te krijgen. Ja. Toen het belletje ging. Ja. Toen werd de naam Stichtse Vecht genoemd. Ja. Ik neem aan dat u onderzoek gaat doen naar zo'n gemeente. Waar hebben we het over? Ja. Wat dacht u toen? Waar kwam u naartoe toen u dat onderzoek ging doen? Ja, natuurlijk die Vecht, dat is een soort parelsnoer door deze gemeente. En tegelijkertijd denk ik, ja, dat parelsnoer, dat is altijd maar de helft van het verhaal. Want het is natuurlijk een prachtig mooi waterlint. Maar deze gemeente is zoveel meer dan alleen die Vecht. Al die verschillende kernen. Met alle dorpen die allemaal hun verschillende verhalen en hun verschillende inwoners hebben. Ook de landschapstypologieën. Als je op de kaart kijkt aan de rechterkant van de Vecht, vooral die hele waterrijke omgeving van de plassen. En aan de andere kant veel meer dat groene hart. Dus het heeft zoveel dynamiek, zoveel verschillen in één gemeente, dat ik denk, nou, hier ga ik de komende maanden heel veel plezier hebben met de mensen en met de omgeving, met de natuur. Ik kijk daar heel erg naar uit. U had het net over die dorpen, die specifiekheid van Stichtse Vecht. Aan de andere zijde hebben we ook een stedelijk gebied, dus Maarssenbroek. Hoe kijkt u als buitenstaander naar die combinatie van dorpen en zo'n groot stedelijk gebied? Ja, dat is wel grappig. Hè? Eigenlijk is dit een hele unieke gemeente met een hele stevige stedelijke kern, met allemaal wijken die ook allemaal weer hun eigen wijkcomité's hebben, waar ze voor die wijken het beste proberen te doen voor hun bewoners. En aan de andere kant die dorpen die ook op hun eigen dynamiek bezig zijn. Eigenlijk is het alles in één. En dat maakt deze gemeente toch wel heel mooi. Met Utrecht als de grote buur, waar Stichtse Vecht ook heel veel dynamiek uit heeft. Hè. We delen sportaccommodaties, maar we delen ook problematiek en kansen. Dus het is landelijk, het is lommerrijk, het is recreatief, maar het is ook de stad dichtbij en ook in onze gemeente. En dat vind ik een hele mooie, unieke combinatie. U heeft heel veel bestuurlijke ervaring, als ik naar uw cv kijk. Ja, inmiddels wel. Kunt u kort uitleggen, even de ervaringen, welke zijn het dan? En zijn daar nog raakvlakken met Stichtse Vecht? Want u woont zelf in Groningen. Ja, ik woon een heel eind weg, ja. Maar nog maar kort hoor, want ik heb, dat is wel nieuws, met ingang van 1 september tijdelijke woonruimte gevonden in Breukelen. Gefeliciteerd. Dus ik ga een huisje huren in Breukelen. Dus dan kan ik heel dicht bij de mensen kennis maken met deze gemeente. Het is 2,5 uur rijden van Winsum naar hier naar het gemeentehuis. Dat is te ver. Dat is 5 uur rijden per dag. Dat gaat gewoon niet. Bovendien vind ik het ook heel leuk om gewoon overdag en 's avonds wat van de gemeente mee te krijgen. Gewoon mijn boodschappen te doen, met de hond te wandelen en al dat soort leuke dingen. Dus ik ben heel blij dat ik gewoon hier kan gaan wonen de komende tijd. Ja. Uw bestuurlijke ervaringen? Kunt u mijn bestuurlijke ervaringen? Ja, ik ben ooit begonnen als stadsdeelvoorzitter in Rotterdam. Uh-huh. Daar vandaan ben ik verhuisd naar het Groningse land. Daar ben ik in 2 verschillende gemeentes burgemeester geweest, in Winsum en in Hoge Zandsappemeer. Voor iedereen die het Pieterpad ooit gelopen heeft, als je in Pieterburen start,
Dan is Winsum de eerste stopplaats, dus daar weten veel mensen Winsum van. Toen ben ik gedeputeerde geweest in de provincie Groningen. Mark Witteman is ook een poosje gedeputeerde geweest, dus daar kennen wij elkaar. We zijn elkaar daar wel eens tegengekomen. En toen ben ik waarnemend burgemeester in Horen geweest. Nog wat interim klussen gedaan, zoals dat dan heet. En ja, nu ben ik hier op Goudenstein terechtgekomen. We maken even een link met Stichtse Vecht. Ja. U kreeg dat telefoontje, heeft onderzoek gedaan. U vertelde net dat u eigenlijk hartstikke enthousiast werd. Ja. Als je daar nog een stapje bovenop doet, wat vindt u als buitenstaander nou zo bijzonder aan Stichtse Vecht? Nou, ik denk het samenspel van alles. Stichtse Vecht heeft natuurlijk hele mooie woningen uit de 17e, 16e, 17e, 18e eeuw. Maar is ook een hele belangrijke woonplaats geweest in de jaren 70, jaren 80. Hè, toen de uitlegwijken van Utrecht in Maarsebroek werden gebouwd. Dus het is een plaats waar mensen zich al eeuwenlang thuis voelen. Waarvanuit ze hun leven leiden, hun kinderen groot brengen, hun vrije tijd doorbrengen. Dus het is echt een thuisplaats voor mensen. En op al die verschillende dorpskernen doen mensen dat op een verschillende manier. Met veel vrijwilligerswerk, met sport, met theater, met heel veel enthousiasme, samen een thuis maken in Stichtse Vecht. En dat is volgens mij waar ik het meeste naar op zoek ben, is naar dat thuisgevoel van onze inwoners op zoek. En daar hoop ik ze ook in kennis te maken. Want ik ken natuurlijk Stichtse Vecht alleen nog maar van het plaatje, dus niet van het praatje. En ik ben nu op zoek naar het praatje. Ja, nou daar komt u vast en zeker op zeer korte termijn mee in aanraking. Ja. Ik wil nog even een link maken met Mark Witteman. Ja. Uw duur van uw functie is direct gekoppeld aan zijn ziektebeeld. Ja, helaas wel. Ja, we hopen natuurlijk, inwoners, u heeft dat ook al uitgesproken, dat hij nog lang in ons midden blijft. Ja, dat hij nog heel lang ziek blijft. Raar is dat, om dat te zeggen. Ja. Maar hoe maakt dat in uw functie? Is dat dubbel? Is dat moeilijk om daarmee om te gaan? Het is een beetje anders dan in de gemeente Hoorn. In de gemeente Hoorn wisten we dat de gemeente onmiddellijk op zoek ging naar een nieuwe gemeente en dan een nieuwe burgemeester. Dus dan weet je dat je na zo'n klein jaar ook echt weer weg wordt gezwaaid. Dat weten we hier niet. En dat betekent dat ik hier wel voluit burgemeester zal zijn. Ik ga voluit kennis maken met ondernemers, met verenigingen, met bewoners, met problemen, met kansen. Mensen gaan me dus ook heel erg tegenkomen, hoop ik. Hè? Want ik zei al, het plaatje heb ik wel, maar nu het praatje nog, dat moet er nog bij komen. Dus ik ben niet iemand die me gaat verstoppen in het gemeentehuis in de hoop dat er zo gauw mogelijk een andere burgemeester komt. Nee, ik zal er zijn en ik hoop mensen daar ook in te ontmoeten. Dus u gaat niet alleen op de winkel passen, u gaat ook wel echt daadwerkelijk gewoon als burgemeester. Kijk, volgens mij is geen enkele bestuurder in de weg gelegd om op de winkel te passen. Dan was ik wel een winkeltje begonnen als ik dat graag had gewild. Dus dat gaan we niet doen. Er zijn natuurlijk altijd dingen waarvan je denkt van ja, weet je, dat is toch echt meer voor de lange lijn. Maar zoals ik er nu naar kijk, ga ik voluit het burgemeesterschap omarmen. Ja. Als we kijken naar karaktereigenschappen van u, bestuurskwaliteiten, leiderschapstijlen. Wie is dan burgemeester van Maastricht? Nou, ik denk dat ik wel uitgesproken ben. Ik ben wel iemand die, die er wel staat. Ik word graag herkend en gekend in wat ik vind en wie ik ben. Maar ik ben ook heel nieuwsgierig naar wat mensen anders maakt. Ik vind het altijd heel boeiend om te kijken hoe mensen oplossingen kiezen of kansen zien waarvan ik denk, hé, die had ik helemaal niet gezien. Dan denk ik, oh, wat mooi of wat uniek of hé, wat apart. Dat schrik ik van of dat ken ik niet. Dus ik ben altijd wel op zoek naar het bijzondere. Wat maakt dit nou anders? Wat maakt dit nu kansrijk? Wat maakt dit nu moeilijk? Dus daar zoek ik wel heel erg naar. En ik heb natuurlijk een mooi team met wethouders om me heen die mij ook alles van deze gemeente laten zien. Dus ik zoek ook wel naar hoe kan ik nou onze wethouders maximaal in positie brengen om hun werk te doen. Want er staat een nieuw team. Na de verkiezingen is er een mooie nieuwe coalitie gevormd. En ook die mensen gaan voluit voor 100% deze gemeente naar de toekomst brengen. U gaat samenwerken met organisaties, u gaat samenwerken met colleges, zoals u zo juist al even benoemd. Er is ook nog een gemeenteraad, geïnstalleerd. Hoe kijkt u daarna? Ja, gemeenteraad is het hoogste orgaan van onze gemeente. Na de verkiezingen gaan zij een hele belangrijke periode van 4 jaar tegemoet. Nou, allerlei plannen gemaakt, allerlei toezeggingen, allerlei ideeën voor deze gemeente. Nou komt het erop aan, nu gaan we het doen met elkaar. Ja, je ziet natuurlijk de eerste problemen al de kop opduiken waar deze gemeenteraad ook echt over spreken wil. We hebben het over het volume aan sociale woningbouw bijvoorbeeld, wat deze gemeenteraad wil agenderen.
Maar zo zijn er nog een aantal hele belangrijke onderwerpen die we de komende tijd moeten bespreken. En ook echt van een besluit moeten voorzien, zodat we door kunnen. En gemeenteraadsleden hebben ieder voor zich, ieder met hun eigen achterban en eigen verantwoordelijkheid, allemaal hun inbreng om met elkaar die geur en kleur van deze gemeente aan één tafel, aan de tafel van de gemeenteraad, bij elkaar te brengen. En ik ga daar straks leidingen aan geven. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat per oktober. Maar nou ja, dat gaan we zien met elkaar. Ik heb daar vertrouwen in. Ik heb er ook wel heel veel zin in. U maakt een connectie met uw collega's, wethouders, ja, ambtenaren. Stichtsevecht is digigemeente. Mark Witteman zet er heel erg in op social media. Ja. Onder andere. Ja. Dat doen wethouders ook. Dat doen wij ook. Dat doen inwoners ook. Dat doen organisaties ook. Ja. Als ik goed heb gekeken, is dat bij u nog niet zo. Nee. Klopt dat? En gaat u daar iets aan veranderen of blijft u gewoon zichzelf? Nou, ik heb in het verleden heb ik wel veel van Twitter-medium gebruik gemaakt. Maar dat is echt alweer heel wat jaren terug. Twitter is nu ook wel een beetje veranderd. Hè? Twitter is niet meer echt voor iedereen. Dus ik zal wel gaan zoeken naar hoe ik dat ga doen. Aan de andere kant wil ik ook geen kopie van burgemeester Witteman zijn. Dus daar waar burgemeester Witteman heel succesvol was met zijn columns en met zijn Twitter en zijn Instagram, ik ga proberen hem niet te kopiëren. Dus ik ga nieuwe manieren vinden, nieuwe kansen benutten om met onze inwoners in gesprek te komen. Want dat wil ik wel vasthouden. Burgemeester Witteman werd door de bewoners herkend en ze konden hem makkelijk bereiken. En dat is wel iets wat ik heel erg wil vasthouden, want daar is deze gemeente aan gewend geraakt. En dat bevalt goed en daar kunnen ze mij ook op aanspreken op diezelfde manier. Ja. Als u een boodschap heeft naar die inwoners, een boodschap naar bedrijven, organisaties, wat zou die boodschap ter kennismaking dan zijn? Ja, ik ben niet zozeer heel erg van de grote boodschappen. Vooral laten we elkaar vinden, dat vind ik heel belangrijk. Als er moeilijkheden zijn, moet u de gemeente leren vinden. U moet elkaar leren vinden en dat is wel wat ik de afgelopen dagen heb gemerkt, dat deze gemeente daar heel sterk in is. Deze inwoners gaan niet zitten wachten totdat de gemeente wat voor ze organiseert. Het is heel erg van samen aanpakken, schouders eronder. De brand bij het Heikop heeft dat natuurlijk laten zien. Hulpverleners stonden klaar, gemeenteambtenaren stonden voor hun taak gesteld. Maar vooral alle inwoners die er als vrijwilliger of in een aanbod van ik heb nog wel een appartement of een logeerbed of kan ik nog iets helpen. Ongelooflijk wat voor kracht er in de samenleving vrijkomt. En mijn boodschap is, samenleven dat doe je samen. Daar heeft u de gemeente niet voor nodig, maar als we u kunnen helpen, ondersteunen om het nog beter te maken, dan vindt u deze gemeente en deze burgemeester aan uw zij. Het lijkt me een mooie afsluiting van het interview. Dank u wel voor uw tijd. Heel graag gedaan. We gaan elkaar vast en zeker nog vaak tegenkomen. En daar kijk ik naar uit. Dank u wel. Dank u wel. Tot ziens.